De nieuwe kamer is klaar. Het blijkt dat verbouwen zo leuk is. Goed gedaan, zus. Maar het leukste gedeelte moet nog komen. Laten we hier een stapelbed neerzetten. Dat was niet makkelijk. En het is tijd voor Julia om wat bouwmateriaal te halen. Daar ben je, Betty. Ben je klaar? Het bed moet supersterk zijn. We hebben een boormachine nodig. Betty verspeelt ook geen tijd. Haar kant van het bed is bijna klaar. Het enige wat nog ontbreekt zijn een paar zelftappende schroeven. Klaar, zus. Wat is het volgende op het plan? De eerste verdieping is zo zacht nu. We moeten alleen nog voor de tweede verdieping zorgen. Ik heb het! Ik heb het! En het matras ligt op zijn plaats. Gemakkelijk! Het is ons gelukt, Julia. En de bouwvakkers verdienen een heerlijke lunch. Wat zullen we kiezen? Zout of zoet? Laten we het aan het toeval overlaten. Oeps, een zoet broodje, dat is wat ik wilde. Wacht, dat is een idee. Een fastfoodontwerp zou er echt schattig uitzien. Wat over een zoet interieur? Goed dan, we doen een zoete en een zoute renovatie. Het wordt heerlijk. De zusjes hebben zoveel creatieve ideeën. En laten we beginnen met deze donzige dekens. De lavendelkleur is prachtig. Wat een lief bed. En Julia's interieur is hot. Rood is de perfecte kleur voor fastfood. En de muren? Inpakpapier komt goed van pas. Betty experimenteert met paarse tinten. En Julia zal een warme touch aan het interieur toevoegen. Burgerbun-stijl. Laten we het papier vastmaken met dubbelzijdige tape. Betty is bezig met de tweede fase van de muurdecoratie. Stijlvol wafelhorentje ontwerp met behulp van linten. Waarom niet? We bedekken het plafond ook met papier. Het is zo gemakkelijk. Het bed ziet er zo lief uit. En hartig. Het is tijd voor een leuke grap. Julia, weet je wat? Jouw hamburgerhuis mist iets. Oh nee, niet de eieren. Vang dit. Oeps, ik denk dat er alleen de schaal over is. Maar Betty weet hoe ze haar zus moet behagen. Oef, dat ei is nep. Dank je, zus. Het is een heel erg leuk speeltje. Laten we verder werken. We hebben meer decoratieve eieren nodig. Knip stukken met een ruwe rand uit beige schuimpapier. En we maken de dooiers van rubberen ballen. Knip ze zo. Voilà. En verf nu de helften oranje. Klaar. Bevestig een stuk dubbelzijdige tape en plak het eigeel op het eiwit. Wat een smakelijke puzzel. En het ziet er precies zo uit als het origineel. De final touch. Laten we de verbrande randen tekenen. Wauw. Nu zetten we het ei op de muur. We versieren de hele muur met ijsquishies. Dit decor ziet er zo lekker uit. Maar een ontwerp maken is soms zo vermoeiend. En Betty heeft het nu te druk om te slapen. Ze snijdt glazuur. Schuimrubber faalt nooit. En nu gaan we de zoete versiering maken. Het glazuur zal gekleurd zijn en heel helder. Roze en geel zijn een perfecte combinatie. Dat is het. We hebben een zoet koninkrijk. We hebben ook nog een slinger nodig. Hoe maak je die? Hier is een idee. Laten we aan de slag gaan. Laten we een vierkante boog maken. Maak de houten latten op de hoeken van het bed vast. En Julia heeft hartige dromen. Frieten zijn heerlijk. Oeps, mijn fout. Was dat een droom? Tijd om het echt te maken. Bevestig de dwarsbalk. Alles wat overblijft is het versieren van de boog. Lolly-stijl natuurlijk. Gekleurde linten zullen van pas komen. Slinger, je tijd is gekomen. Hang de bollen aan de boog. Julia's werk is ook in volle gang. Laten we rood karton aan de zijkanten van het bed lijmen. Dit wordt de emmer voor de frietjes. Hoe origineel. Heerlijke frietjes. En wat nog, het is gemaakt van schuimrubber. Snij het in plakjes en beschilder het met stiften.
Verf het schuimrubber in geel. En laat de hoeken er knapperig uitzien. Wie wil er een lekkere tractatie? Maar we zullen later eten. Taak nummer 1 is om de frietjes op de verpakking te lijmen. Laten we een heet lijmpistool gebruiken. 1 voor 1, zoals dit. Wat een lekker bed. Ik krijg gewoon zin in een hapje. Zo, de slinger is al op zijn plaats. Maar het ziet er helemaal niet zoet uit. Laten we het maken. Knip vierkantjes met afgeronde hoek uit schuimpapier en verf ze als wafels. Dat is zo creatief. En nu vouwen we onze wafelhorentjes en lijmen we ze aan de slinger. Wauw, we hebben een helder multigekleurd ijsje. Ik denk dat ik een ijsje voor mezelf moet halen. Er is een zoute snack op de eerste verdieping. Maar er is iets mis met de popcorn. Het is duidelijk. Het is bedorven. Wow, Betty's zoete bed schittert met alle tinten van ijs. Dat is niet eerlijk. Maar elk idee kan gekopieerd worden. Laten we een popcornslinger maken. Doe gloeilampen in een lege beker. En dan de smakelijke uitvinding versieren. Met echte popcorn natuurlijk. Dat is een goeie. Nu moeten we de slinger alleen nog aan het bed bevestigen. En nu beginnen we met de lichtshow. Oh jee, het werkt! Alleen Julia zal zo'n slinger hebben. Het is mooi, zus. Wat een geweldig idee. Maar Betty is niet ver achter. Ze heeft een ander idee. We houden het roze decor. Maar we kunnen het gouden delen met mijn zus. Dit is voor jou, Julia. Er lijkt iets te missen. Tijd om de zijkanten van het bed te versieren. Schuif het gordijn tussen de twee latten. Geweldig, het glinstert zo mooi. Het bed is nu zo aangekleed. Betty kan ook wel wat aankleding gebruiken. Ik hou van de gouden tinten. Oh, alles rondom is zo mooi. En ik dan? Hey. Niet gluren. Gedaan. Wat vind je van deze outfit? Is het niet cool? Julia, kijk eens wat ik heb. Je kunt er nooit te veel van hebben. Kom en bezoek. Het is leuker als je samen bent. En het bed wordt een schoonheidssalon. Zit recht op, Julia. Deze vlechten zijn als je favoriete fastfood. Ze zijn klaar in een minuut. Wow. Betty is een pro in het maken van kapsels. Maar Julia kan ook een paar dingen. Zij zal Betty het zoetste kapsel geven. Donuts in het haar zijn een goed idee. Laten we ze versieren met glanzende strikken. En nu gaan we onze make-up doen. Het is geweldig geworden. Het is ons geluk, Julia. Maar het is tijd om naar huis te gaan. Tot straks, Betty. En het werk gaat verder. We hebben weer schuimrubber nodig. Snij cirkels uit van dezelfde grootte. Okay. Dit is voor jou, Julia. Je zult het nodig hebben. Schuimrubberen cirkels? Maar waarvoor? Oh, dat is een geweldig idee, zus. Dit wordt een heerlijk kussen. En laten we beginnen met de twee kussens in goudkleurige stof te wikkelen. Betty heeft andere plannen. En dat is waar de felgekleurde stoffen bekleding om de hoek komt kijken. De hamburgerbroodjes zijn klaar. Laten we nu een schuimslaapblad maken. We zullen verschillende tinten groen gebruiken. En Betty zal een macaronkussen hebben. We vullen het met luchtige tulle. De sla is klaar. Nu hebben we een tomaat nodig. We gebruiken een stuk rode stof. Nu kunnen we een hamburgerkussen in elkaar zetten. Een broodje, sla, een plakje kaas, een rijpe tomaat en nog een broodje. Wie wil er een zachte cheeseburger? Dromen op dit kussen zal super lekker zijn. Betty's taart is klaar om te gaan. Zacht als een wolk. Julia, kijk, wat vind je van mijn macaron? Het is geweldig, Betty. En dit is mijn hamburger. De eetbare kussens zijn geweldig. Wat zit hierin? Overblijfselen van de renovatie. Een verfroller komt van pas voor een smakelijke lift. Julia, kan je helpen? Tuurlijk, Betty, alsjeblieft. Bind de roller vast en wikkel het touw eromheen. Laten we hier een lekkere lift op zetten. Julia, vang dit. Begrepen, Betty. Er komt een mand met lekkers aan het einde van het touw. Zorg ervoor dat je het goed vastbindt. Betty houdt zoveel van snoep. We moeten haar gelukkig maken. Het pakje is klaar om verzonden te worden. Trekken! De lift werkt perfect. Dat hebben we gecontroleerd.
En dan is er nog Julia's zoete verrassing. Oh, Snoep. Dank je, zus. Ik denk dat het tijd is voor een themafeest. Wat dacht je van een kleine samenkomst? Een feestje? Betty, dat is een geweldig idee. Het is tijd om gasten uit te nodigen. De vrienden zullen er zo zijn. We moeten de kamer versieren. Meer ballonnen. Lollies en hamburgers. Ze zullen overal zijn vandaag. En natuurlijk tractaties. Je kunt nergens heen zonder ze. Welkom in het rijk van de snelle koolhydraten. Doe alsof je thuis bent. Wie wilde naar de zoete kant? Laten we dan gaan. Maar sommige van de gasten houden gewoon van fastfood. Geniet ervan, Ewald. Julia's plaats is zo interessant. Vooral die squishy eieren. Je kunt er de hele dag mee spelen. En er is iets speciaals te wachten voor snoepfans op de tweede verdieping. Wow, dat is een heleboel snoep. Neem wat je wilt, Cindy. Wauw, het heeft zelfs een minilift. Willen jullie wat eten? Natuurlijk. Oh, wow. Dit is voor jou, Julia. En waarom niet een tractatieuitwisseling? Breng het naar boven. Betty, we hebben een pakket. Laten we eens kijken wat erin zit. Soda? Dat is geweldig. Dat is precies wat we nodig hadden. Als Betty en Julia de leiding hebben, heb je gegarandeerd een leuke tijd. Het zoet en hartig feestje is een succes.